Eerst de Rabobank, want die Rabobank die krijgt een flinke tik op de vingers van de toezichthouder AFM. De AFM heeft de Rabobank een boete opgelegd van 150.000 euro. Volgens de AFM heeft de bank verkeerde adviezen gegeven bij het verstrekken van hypotheken. De AFM schrijft in een toelichting het volgende. De boete is opgelegd omdat de Rabobank criteria voor de beoordeling van kredietaanvragen hanteert die onvoldoende overkreditering voorkomen. De Rabobank zou in een aantal gevallen te hoge hypotheken hebben verstrekt. Wat wij doen is dat wij, wat ik zei, een goed opgeleide huizenverkopers rekening houden met de inkomensstijging. Maar dat mag niet, oordeelt de AFM. De Rabobank legt zich neer bij de uitspraak.